iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik je laten zien hoe je de compositie van je foto kunt veranderen als je foto eigenlijk niet groot genoeg is. Of als de ruimte eromheen niet groot genoeg is eigenlijk. Stel je zit in een situatie zoals ik hier heb. Ik vond dit een hele leuke foto, maar kijk, haar mouw zit echt tegen de rand aan. Dus ik vind deze compositie eigenlijk gewoon niet zo heel erg mooi. Dus wat ik wil doen is, ik wil de foto hetzelfde eigenlijk houden, maar ik wil er een klein stukje bij halen aan de linkerkant. Dus ik wil de foto eigenlijk zo hebben dat zij met haar hoofd in het midden staat. Nou ja, dat kan ik wel doen, maar dan heb ik hier dus gewoon een leeg stuk over. En dit moet ik dus gaan opvullen. Nou ja, het is natuurlijk idealiter beter als je de foto meteen goed schiet. Maar we weten allemaal, soms gebeurt er gewoon even iets of je let even niet op. Of nou ja, het overkomt denk ik iedereen wel eens een keer dat je gewoon de compositie verkeerd inschat, maar dat je de foto dus wel heel graag wilt gebruiken. Nou, ik ga je helpen hoe je dat alsnog kunt doen. En eigenlijk is het super makkelijk en hoef je helemaal niet heel goed te zijn in bewerken. Ik heb dus in elk geval als eerste de compositie gemaakt zoals ik hem wil. Ook al is er dan dus nog niks ingevuld. En wat je eigenlijk nodig hebt, is een andere foto van je shoot. Het zou ook kunnen zonder die andere foto. Wat ik dan zou doen, is met de kloonstempel bijvoorbeeld van deze kant iets klonen. Maar meestal is dat best wel lastig. Dus wat je gaat doen, is je gaat een andere foto zoeken in je shoot, waarbij dat stuk achtergrond wel zit. En je zou zelfs, als je wil, ook aan de onderkant iets toe kunnen voegen op het onderwerp zelf. Als je maar een andere foto hebt waar dat wel op staat. Nou, dit is de foto die ik ga gebruiken, want wat ik nodig heb is een stukje strand. En nou, op deze foto is er meer dan genoeg strand te zien. En doe dit als eerste. Dus voordat je bewerkingen gaat doen op je foto, eerst de compositie veranderen. Want stel nou dat ik deze foto al helemaal uitgebreid bewerkt heb en dan wil ik van deze foto een stukje strand pakken. Deze foto is niet bewerkt, dus dan loopt dat natuurlijk niet mooi in elkaar over. Dus doe dit altijd voordat je kleurbewerking gaat toevoegen. Nou, van deze foto ga ik gewoon een stuk pakken. Pak altijd meer dan je denkt dan nodig is. Dat selecteer ik met deze tool en ik klik op Ctrl-C of Command-C voor Mac-gebruikers. Ik ga naar de foto die ik wil werken en ik klik op Ctrl-V. Nou, nu heb ik dit stukje dus hier. Dat komt ook automatisch op een nieuwe laag, zoals de bedoeling is. En dit ga ik nu schuiven naar waar het past. Ongeveer hier. En zorg dat deze lijn dus gelijk loopt of welke lijn dan ook je wil gebruiken. En je kan hem even, als je op het oogje klikt, doe ik eerst even enter, dan kun je zien tot waar die moet lopen. Nou ja, kijk, die schouder loopt hier, dus ik heb eigenlijk maar een heel klein stukje nodig. Dus als ik denk dat het goed is, dan klik ik gewoon op enter. En nou, je ziet natuurlijk nu past het nog niet zo mooi. Dus deze laag gaan we een masker geven. En dat doe je door op dit icoontje te klikken. En wat ik dan nu ga doen, is het masker omkeren. Ik klik dubbel op het masker en ik klik op omkeren. En dan kan ik nu met een witte brush verven eigenlijk waar ik dit stukje foto wil laten zien. En dat doe ik met een zachte brush. Dus zet de hardheid op 0. Dan loopt het effect wat mooier over. Ik maak de brush wat groter met de brackets. En ik voeg hem hier toe. Nou, je ziet dit stukje klopt nog niet, maar dat gaan we straks handmatig aanpassen. Zo, ik maak hem iets kleiner voor deze randjes. Ik kijk uit dat ik haar mouw niet raak. Stel nou dat de mouw ook een stukje eraf was gesneden, dan had ik die bijvoorbeeld van deze kant kunnen halen. Als je maar een andere foto hebt, dan kun je eigenlijk heel makkelijk de compositie aanpassen. Zo. Nou, ik vind deze vlakjes iets te donker in vergelijking met dit. Dus dat ga ik ook nog even recht zetten. En dat doe ik door een nieuwe lege laag toe te voegen. En op deze nieuwe lege laag ga ik klonen om het nog een beetje te fine-tunen. Nou, zorg ook weer dat je een zachte brush hebt, dus de hardheid op 0. En de dekking zet ik op 80% ongeveer. Net niet 100, zodat ik wat voorzichtiger kan werken. Dan ga ik deze lijn hier recht trekken door van hier te klonen en dat door te klikken. Zo.
Ik zou nog van hier een stukje kunnen klonen met een lage dekking om het iets minder strak te maken. En deze plekjes vind ik ook wat donker in vergelijking met hier. Dus dan pak ik hier een wat lichter stukje van en dat kloon ik hier naartoe. En dat is het! Nu heb ik gewoon een heel stuk aan mijn foto gezet door een stukje van een andere foto te gebruiken. En dit is eigenlijk wat je met elke foto zou kunnen doen. De basis is gewoon om een andere foto uit de shoot te pakken en op je onbewerkte foto te plaatsen. En dan kun je dat met een brush maskeren. En met de kloonstempel kun je nog een beetje fine-tunen hier en daar. Zodat het wat mooier in elkaar overloopt en het niet zo opvalt. Dus ik ga de foto nog even afbewerken. En dat doe ik met een van mijn actions. In het MH Specials pakket. Dat is One with Nature. Die vind ik altijd heel erg mooi voor dit soort foto's met tegenlicht. Druk ik op play en dan wordt de preset of de action op mijn foto gezet. En nu is mijn foto iets lichter, dus ik zet de... Welke curvelaag is het? De eerste curvelaag van de belichting. Daarvan zet ik de dekking ietsjes lager, zodat mijn foto ietsjes donkerder wordt. En dat is het. Zo heb ik dus ook nog eens met één druk op de knop een mooie bewerking toegevoegd aan mijn foto. Dus ja, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, dat je het weer kan gebruiken. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video.